David van Berlo in dit geval is van ambtenaar 2.0 al jaren bezig om te kijken van wat kan de digitalisering, innovatie op dat gebied betekenen voor de overheid in de breedste zin van het woord, van politiek tot ambtenaren. Ambtenaar 2.0 is in dit geval natuurlijk inzoomend op de mensen werkzaam voor de overheid. Bezig zijn met ambtenaar 2.0 is jouw baan, is jouw functie. Ja. Maar is dus dat houdt... een soort hobby, toch? Of een hobby, nou, overtuiging, hoe je zou willen noemen. Het is ooit een keer begonnen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zoals dat toen nog heette. In de zin dat we daar met een aantal mensen zagen van, daar gebeurt wat in de samenleving. Al die nieuwe instrumenten, al die nieuwe tools die je er online ziet, die maken het mogelijk voor mensen om daar bij elkaar te komen, om zich te organiseren op een andere manier. En ik dacht van, daar moeten we wat mee, moeten we eens even kijken wat dat is. 2.0, het is alweer een begrip wat we enige tijd kennen. Je zou kunnen zeggen een gedateerd begrip, maar... Waar staat het voor jou voor? Toch wel de sociale kant. Dus het feit dat werken via netwerken, mensen op een andere manier met elkaar in contact brengen, op die manier dus ook dingen te organiseren. Dat is toch wel het belangrijkste. Het baanbrekende verschil volgens mij, en dat is gewoon van internet, is dat het dwars door alles heen gaat. Ik bedoel, internet is gewoon... voor iedereen beschikbaar, iedereen kan erbij, het is open en het gaat ook dwars door organisaties heen, dwars door landen heen. Enorm veel ambtenaren die zijn ambtenaar omdat ze zich willen inzetten voor de publieke zaak. Mm-hmm. Dus die zien zichzelf niet alleen maar als een pionnetje om ergens neergezet te worden, die doen het vanuit overtuiging. Die hebben dat beroep daarvoor gekozen. En die overtuiging en die energie, daar kun je wat mee. Dus ik merk zelf ook dat, ik omschrijf ambtenaar 2.0 ook wel eens als een netwerk voor innovatieve en initiatiefrijke ambtenaren. Als je dus kijkt naar de meeste maatschappelijke problemen, over het algemeen is er niet één organisatie die dat eventjes kan uitrollen. Het is niet meer die machine van die hiërarchische organisatie die dat eventjes gewoon uitstort en dat als de minister dat wil, dan is dat in detail ook uitgevoerd in de samenleving. Vaak werkt dat zo niet meer. Vaak zijn er meerdere partijen betrokken bij wat voor maatschappelijk probleem of aanpak of project of wat dan ook. En die partijen zijn deels overheidsorganisaties. Dat zijn er ook heel veel. En steeds vaker ook natuurlijk maatschappelijke organisaties, bedrijven of burgerinitiatieven of wat dan ook. Met name door internet en door online samenwerking. Je dus ook een verbreding krijgt in de eerste plaats. Dat je nieuwe, meer mensen kan betrekken. Ook de netwerken achter de netwerken, achter de mensen die je kent. Dat je grotere groepen tegelijkertijd kan betrekken met gesprekken of met meningsvorming of wat dan ook. Op het moment dat je dus een nieuw iemand toevoegt, dan ziet hij ook meteen alles wat er gebeurd is. Dus je hebt ook een verzamelaspect. Dus een soort van dossiervorming krijg je uit. Het is allemaal heel erg zoeken van hoe ga je dat nou inregelen. En ik denk ook dat het echt pas manifest wordt als het... over een aantal jaar, als die beweging vanuit de samenleving nog sterker wordt. Volgens mij moeten we, kijk, wat we nu een beetje in deze discussie ook alweer zien, is dat heel erg die focus weer op de overheid komt. Volgens mij zit de energie vooral in de samenleving. Hè? Dat is wat Marco ook al zei. En ik denk ook dat ook steeds meer zal worden. Dus, en die energie zit vooral in de samenleving, omdat dat de onderwerpen zijn waar mensen mee bezig zijn. Dat als jij in je wijk, zullen we zeggen, met iets bezig bent of met een bepaald onderwerp, dan ga je voor dat onderwerp. Daar zit de energie, daar komen die initiatieven vandaan. En op een gegeven moment, en dat is dus de doorbraak, is het ook zo dat je als overheid moet aanhaken bij dat soort initiatieven. Vanuit de overheid iedereen enorm bang is dat allerlei informatie op straat komt te liggen. En iedereen die twittert maar. Maar dus... Maar de reden waarom ze er zo bang voor zijn, is omdat dat natuurlijk gebeurt. In de zin dat heel veel mensen die twitteren, heel veel ambtenaren die gaan naar buiten toe, die doen mee aan dat soort discussies. Dat kun je ook gewoon traceren, dat kun je in LinkedIn zien, dat kun je op Twitter zien, dat kun je op ambtenaren 2.0 op Pleio zien. Dat kun je allemaal zien gebeuren. Alleen de reden waarom jij, zullen we zeggen, dat niet voelt, is omdat die ontwikkelingen in de buitenwereld nog veel sneller gaan. Als je in beeld kunt krijgen wie wat allemaal doet binnen de overheid. Dus dat je niet alleen maar kijkt van ik zoek binnen mijn gemeente, zoek ik iemand die verstand heeft van riolen of zo. Die hebben we nou toevallig wijze even niet. Laten we dan maar iemand inhuren. Terwijl misschien twee gemeentes verder iemand wel daar verstand van heeft. Dus hoe vind je dat soort mensen? Ja. Nou, dat kan tegenwoordig via online platformen. En daar zitten enorm veel kansen nog om efficiënter te werken, beter kennis uit te wisselen, beter mensen uit te wisselen, et cetera.